De Europese gemeenschap en de lidstaten hebben een kleurrijke en diverse rijkdom aan waardevol natuurgebied in bezit. Sommige van deze gebieden werden afgebakend als Natura 2000-gebied. Als norm werden de bestaande habitat- en vogelrichtlijnen gehanteerd en de gebieden werden zo aangeduid door elke individuele lidstaat. In all member states we have more than 26,000 such sites designated as being Natura 2000 sites. Het doel van de Natura 2000-richtlijn is de biodiversiteit op peil te houden en te verbeteren voor de toekomst zonder menselijke activiteiten uit te sluiten. In België loopt een pilootproject waarbij voor het eerst intens samengewerkt wordt tussen privé-landeigenaars, natuurverenigingen en overheden. Dus we bevinden ons hier in het Vijvergebied van Midden-Limburg. Dat maakt deel uit van een vogel- en een habitatrichtlijngebied. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Elke lidstaat moet voor Europa gebieden afbakenen voor bepaalde soorten en habitats. Die gebieden maken dan deel uit van een Natura 2000-netwerk. Natura 2000, dat zijn streken met fantastische, Europees belangrijke natuur. En wij wonen hier ook in en het is belangrijk. Veel ook van de natuurtypen die hier voorkomen, kunnen alleen maar positief ontwikkelen als daarin gewerkt wordt. Hè. Dus heide, bosbeheer, de visvijvers hier. Live project, of Live Plus project 3watEr is eigenlijk ontstaan op een moment dat partijen die elkaar in het verleden niet goed kenden of zelfs wat ruzie met elkaar hadden, ja, elkaar toch gevonden hebben. We hebben ons als eigenaars verenigd en wij wilden daar iets van maken. Vroeger hadden we de indruk dat we te zeer betutteld waren. We hadden niet het idee dat de Natura 2000 richtlijnen en filosofie goed ingevuld waren. En daarmee, door ons te verenigen, hebben we ons opgesteld als een gesprekspartner. En zijn we erin geslaagd om samen een project op te zetten waarin dat we de natuur, de Europees beschermde natuur hier in het Vijvergebied, samen kunnen kansen geven door erin te investeren. Maar ik denk dat iedereen bewust is van de waard en zelfs de economische waard van de Roerdomp. De Roerdomp is aantrekkelijk voor de bezoekers van het gebied of de boomkikker. Iedereen beseft dat biodiversiteit is een kapitaalwaard. Dat is ook een economische waard. De Roerdomp is een van de sleutelsoorten waarvan men de habitat wil optimaliseren in het Vijvergebied. Het is een schuwe vogel die men slechts af en toe te zien krijgt. Deze vogel lokt dan ook veel natuurliefhebbers. Ah ja, hoort je de Roerdomp? Hoort je op de boom, hè? Het is een schuwe vogel, dus een reiger, die bijna louter vis eet, zeker in dit gebied. Het is een opportunist en in een gebied waar dat zoveel viskweek is en zoveel vijvers, gaat hij zich voor 90% of meer voeden met vis. Door enkele gebruiken van de viskweek te integreren in het ecologisch beleid, kan men deze habitats beter beheren en in stand houden. Het regelmatig aflaten van de vijvers door de kwekers bijvoorbeeld, heeft gezorgd voor een unieke fauna en flora, eigen aan het vijvergebied. Een biotoop dat geschikt is voor boomkikker, is eigenlijk ook geschikt voor een hele race aan andere soorten. En daarmee noemen ze eigenlijk ook boomkikker een sleutelsoort of kapstoksoort voor een gebied. Ja, als een met je bramenstruweeltjes, dat trekt ook libellen aan, vogels kunnen daarin broeden. Het water trekt de andere amfibieën aan, trekt libellen aan. Ze hebben bloemen nodig met nectar. Die bloemen trekken op hun beurt dan ook weer vlinders aan. En daarmee noemen we dat eigenlijk een sleutelsoort. Een van de typische habitats in de streek die hersteld dient te worden is de heide, een cultuurlandschap met eeuwenoude roots. De bedoeling is dat we dit heidegebiedje op de Bolderberg bewaren voor de toekomst. En hoe kunnen we dat doen? Door toch wel redelijk wat zonlicht toe te laten op de heide. Want heide is een echte lichtplant, dus de bedoeling is wel dat de zon constant aan de planten kunnen. En het opzet is dus vooral om dus het aantal bomen een beetje in bedwang te houden, als ook de heide te verjongen.
Het 3watEr gaat over meer dan alleen natuurbehoud. Het gaat echt ook over hoe dat je met de verschillende mensen die wonen in het gebied, die het gebruiken, die eigenaar zijn, gaan wij samenwerken om te laten zien dat wij in ons gebied kunnen blijven wonen, dat wij daar kunnen blijven werken of dat economisch rendabel laten blijven, wat een voorwaarde is voor hen uiteraard. Er kan landbouw blijven, er kan bosbouw blijven, er kan ook recreatie blijven en toch gaan we desondanks dat, gaan we heel ernstige natuurinrichtende maatregelen doen om die Europese doelstellingen te halen. Verkoop van hout brengt op, viskweek brengt op, landbouw brengt op. Er is geen tegenspraak tussen ecologie en economie in die zin dat wij het op een evenwichtige wijze moeten doen. Dat wil zeggen dat wij ook rekening houden met, dus met de ontwikkeling van natuur op zichzelf, dus het ecologisch aspect. De streekbewoners werden van in het begin betrokken in het 3watEr project door middel van rondleidingen, infosessies en workshops. Voor mij zijn we goed bezig. Echt waar, ik stond er volledig achter. Ik was er althans geen voorstander voor, hè. Maar ik ben helemaal veranderd. Ja. Het resultaat. Gewoon het resultaat. En ook omdat ik altijd met die mensen gesproken heb. Hè. Waarom doe je dit? En waarom dit? Maar ik ging het vragen. En daar zijn mensen bij die hebben mij volledig meegenomen in dat terrein. En nu breng ik dat over aan de andere mensen. Hè. Kinderen zijn de toekomst. Zij nemen straks de fakkel over. Hun inleving in en beleving van wat de natuur en het platteland te bieden hebben, is dan ook van onschatbare waarde. Dit project heeft eigenlijk verschillende educatieve luiken. Het is een link naar het oude gebruik van vroeger. Dat mensen hier in Noord-Limburg al pijpenstrootje uitdeden om borstels te maken of ander materiaal. Dus door het pijpenstrootje uit te doen, wordt de heide eigenlijk opengehouden. En daar profiteren heel veel diersoorten, maar ook andere plantensoorten, waaronder dus de heide van. We gaan meer roerdompen krijgen en toch ook nog meer economie. We proberen de waarde op alle vlakken te verhogen. Ook naar de educatie toe. We willen eigenlijk mensen nog meer betrekken in plaats van ze meer buiten te houden.